Zo, we hebben hier bij ons een Cineflex, wat een gyro-gestabiliseerde camera is. Op 5 assen, wat het eigenlijk uitmaakt. Omdat een helikopter eigenlijk de hele tijd trilt. En het enige wat eigenlijk in de camera zit, is de lens en de CCD. En zoals je nu kan zien, beweegt die. Maar als de camera aanstaat, gaat de lens eigenlijk gestabiliseerd zijn. Dus wat je ook doet met de helikopter, want een helikopter trilt altijd, het beeld gaat perfect stabiel zijn. En wat doe jij precies? Ik bestuur de camera. Dus ik ben eigenlijk gewoon cameraman, maar dan in de lucht. Dus ik bestuur de camera met een laptop. Dus ik heb, omdat ik niet uit de helikopter hang natuurlijk, heb ik ook geen viewfinder. Dus heb ik hier een monitor waar ik het HD-beeld op zie. En dan heb je hier eigenlijk de console van de camera die buiten hangt. Dus hiermee kan ik hem bewegen, pannen, tilten en rollen. Want een helikopter gaat natuurlijk ook scheef hangen en recht hangen. En hiermee kan ik zoomen, focus, iris, controle van het licht, controle van de snelheid en de polariteit van de camera. En dan natuurlijk de recorder die er nog van achterin staat. Dit zijn natuurlijk gezichtsvluchten, omdat het zijn filmvluchten. Dus het weer moet redelijk zijn, licht genoeg. Niet te hard regenen. Wind maakt voor een helikopter eigenlijk niet uit. Dus, maar het is strikt VFR, zoals dat heet, Visual Flight Rules. Het kan gevaarlijk zijn, omdat je vaak op grotere hoogte stil moet hangen. En dat vergt erg veel kracht van de helikopter. En dat merk je niet als passagier, maar als wij als vlieger zitten dan te zweten. Hovering out of ground effect heet dat. Het heeft zijn charmes. En het heeft een paar minpuntjes, maar dan is dat op het vliegwezen. Ja. Je mag hier niet zoveel. In België mag je iets meer. Maar natuurlijk doet Magnik alles volgens de regeltjes. Nederland is eigenlijk best mooi, inderdaad. Het is best leuk. Ik vind het altijd spannender en interessanter om in het buitenland te vliegen, omdat ik Nederland zo goed ken. Maar Nederland is wel een mooi land van boven. Nederland is platter als België, maar anders. Je kan de twee eigenlijk niet zo goed vergelijken. Nederland is anders. Nederland is Nederland.